Beste mensen, inmiddels zijn de coronamaatregels enigszins versoepeld. En mogen we weer naar buiten? En met dit heerlijke lenteweer, wie wil er nou niet met familie of vrienden gezellig een terrasje pakken? En toch zeggen we, houd je gezonde verstand. Houd afstand en blijf goed voor elkaar zorgen. Lieve vrienden in Nederland. Deze coronapandemie raakt ons allemaal. Mensen die niet naar het werk kunnen. Mensen die in financiële moeilijkheden zitten. Mensen die ziek worden en niet kunnen eten. Het is een humanitaire tragedie. Laten we maar hopen en bidden dat deze nachtmerrie snel voorbij zal gaan. Beste mensen in Nederland. 11.333 kilometer. De afstand tussen jullie en wij. Heel ver weg. Maar het virus brengt ons allen dichtbij. Nooit had iemand dit verwacht of zelfs durven dromen. Alles verandert, blijf thuis. Even niet meer samenkomen. De economie draait nu langzaam vooruit. De ecologie daarentegen, die ontspruit. Een ideale tijd voor zelfreflectering en levenslering. Thuis met de familie zijn, elkaar koesteren. Pure waardering. Een kans om iets meer te betekenen. Om iets terug te geven. Help je ouders, je buren, de dienstverlening, de behoeftigen. Allen om naar een betere samenleving te streven. Lieve mensen in Nederland. Corona is een crisis die heel de wereld treft. Ook hier in Indonesië heerst corona. We willen dus goed wat jullie in Nederland doormaken. En we leven met jullie mee. Houd moed en houd 1,5 meter afstand. Samen kunnen we deze crisis te boven komen. Tot snel, warme groeten uit Indonesië. Lieve vrienden, geduld is een schone zaak. Dus aardig en behulpzaam. Laten we het beste van maken. Ik wens jullie allemaal gezondheid. Hallo Nederland. Houden jullie het nog vol? Door de coronamaatregelen te blijven navolgen, krijgen we de pandemie onder controle. Dus hou vol, hou 1,5 meter afstand en gebruik je gezond verstand. Jullie kunnen het. Beste Nederlanders, ik ben Rama en ik heb bijna 2 jaartjes in Nederland gewoond in de jaren 90. Met deze boodschap wil ik jullie allemaal mijn steun betuigen in deze moeilijke tijd. Vergeet niet dat de zon altijd schijnt naar de donkere wolken. Wees sterk, gezond en positief. Samen staan wij sterker. Groetjes uit Indonesië en tot ziens! Hallo mijn lieve vrienden in Nederland. Ik heb Nederland gekend als een land van kennis en gezelligheid. Dit heb ik tijdens mijn studie in Delft echt ervaren. Maar die huidige wereldsituatie heeft het misschien veranderd naar heel anders nu. Toch ben ik ervan overtuigd dat Nederlanders op een andere manier kan socialiseren. Een sociaal gezond verstand om het welzijn van de zwakken te beschermen. Met veel kracht en geduld zullen we samen snel het coronavirus onder controle krijgen. Samen kunnen we het doen. Dag, tot ziens. Pray for Netherlands, pray for Indonesia, pray for the world. Samen kunnen we het aan. Heel veel succes en plezier. Groetjes uit Jakarta. Vanuit Jakarta willen wij jullie een hart onder de riem steken. Mogen deze pandemie snel eindigen in de komende paar weken. Doei!